oh, this is gonna be it. Like, this is the moment. This is the moment. This is the moment. Oh no. Ready? Yes. Oh my god. Is dit slim? Is dit handig? Let's ride. Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En als je nieuw bent, welkom bij mij. Ik ben een paar minuten verwijderd van Absolute Motors. Ja, mijn auto gaat eindelijk gerapt worden. Ik heb deze auto gekocht met de kleur die hij heeft om hem te laten rappen. Zeg maar, hij is lichtgrijs. Grijs is mijn minst favoriete kleur. Excuse me, am I the only one? Clap if you have... Ik heb niks in mijn kledingkast hangen wat grijs is. Zeg maar, ik heb een hekel aan grijs. Dus ik ben bijna bij Absolute Motors. Die gaan mijn auto rappen. Dan ga ik een andere auto eventjes ophalen. Want die heb ik gehuurd omdat ik natuurlijk wel een auto nodig heb. En ik moet naar afspraken. Ik ga straks direct door naar Amsterdam om mijn nagels te laten doen. En... ik denk dat ik de nagels in dezelfde kleur ga doen als dat ik mijn auto laat doen, zodat ik al een beetje in de spirit kan komen. Waar gaan jullie allemaal heen, joh? Nou, ik zie jullie zo hoor, doei. Ja, soms hebben we projecten staan die dan wat verborgen gehouden moeten. Ja, precies. Maar vandaag niet. Dat is ik heb zo net mijn leenauto opgehaald en honey. This looks good. Het is een Peugeot 208 automaat. En ik heb hem opgehaald bij Autohopper. Ik ga nu snel naar Amsterdam. Naar mijn nagelafspraak. Want daar ben ik eigenlijk nu al 5 minuten te laat. Dus ik ga er snel vandoor. We zijn nu even de kleur van mijn auto aan het matchen met de nagellak. Because, honey, the full fantasy. Ik dacht die ene die daar zit van Kiara of zo. En dan die eerste, die leek er ook wel op. Ja toch? Yep. Let's do it. En er zit een glansje in. En dan steentjes. Mm-hmm. Meid. Ja. Ja jongens, wat vinden jullie van mijn tijdelijke nieuwe whip? I like it. Oh, dit is toch doodeng. Eigenlijk zou ik hem pas vrijdag op gaan halen, maar ze hebben tegen me gezegd dat ik donderdag al waarschijnlijk kan komen. Dus dan zijn we gewoon een dagje eerder. Ik ga nu lekker naar huis rijden. En dan ga ik me mentaal voorbereiden op mijn nieuwe auto. Donderdag. Oh my god. Oké, ik ben helemaal klaargemaakt en ik sta op het punt om naar Ridderkerk te rijden, want... mijn auto is klaar. Ik heb zo'n Land Rover remote app. En dan kan ik precies zien welke ramen openstaan, welke deuren openstaan en of de auto vergrendeld is. En een uurtje geleden is de auto volledig vergrendeld. Alle ramen dicht, alle dingen dicht. Dus ik denk dat ze al een uurtje klaar zijn. Oh, ik moet even mascara onder. Wacht. Zo. Ik ben lekker bimbo chic met roze nagels, roze oogschaduw, panterprintje met een heel lichte roze randje eronder. Dus ik ben alvast in stijl. Eigenlijk moet ik nog even een roze mobiel hoesje eroverheen doen. Ja, de enige roze die ik heb is al heel extreem. Dit is de enige roze die ik heb. Weet je, ik ga het gewoon doen. Of kan ik... ik ga daar holographic Louis doen. Die is iets... soort van, vanaf deze kant is die een soort van een beetje roze. Ik heb ook Jordans aan met paars en roze. Van 750 kicks. I'm going. Oh. We gaan ervoor. En altijd weer naar boven lopen. Voor de fucking lippenkussen. Zo zat mij. Nog anderhalve week. En dan kan ik weer iets meer. Oh my god. Dat is het. So nervous. Oh, this is gonna be it. Like, this is the moment. This is the moment. This is the moment. Oh no. Ready? Yes.
Oh my god. God, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Mensen zijn echt gewoon vanuit hun auto mij aan het filmen, foto's aan het maken. Iedereen draait echt zijn hoofd om van wat is dit? Zeg maar, nee, ik heb letterlijk nog nooit zoveel bekijks gehad. Dit is zo extreem. Ik vind het zo grappig. Ik voel me ook zo'n bad bitch in deze auto. Mensen die raken letterlijk gewoon van hun wegbaan af als ik langs rijd, omdat ze gewoon zo onder de... Nou, ik weet niet of ze onder de indruk zijn, maar ze zijn in ieder geval zo afgeleid door mijn auto. En dan kijken ze erin en dan zien ze zeg maar door de half getinte ramen zien ze mij zitten. Very, very funny. Ik ben zo blij. Ik vind het zo tof. Ik vind het zo'n mooie kleur. Dit voelt zo als mijn auto. Je zag net al een paar seconden van de reveal video van Absolute Motors zelf. Mijn YouTube kanaal, de transformatie, de reveal, het afgeven, het kleur uitzoeken. Hebben hun een video van gemaakt en hun geüpload. Dus die staat hier beneden getagd en je kan even het i'tje klikken. Morgen komt Jeroen naar mij toe, dus ik zal zijn reactie ook zeker filmen. Het is niet normaal hoeveel bekijkers ik trek met deze auto. Dat is logisch, maar het is de meest geweldige auto ever. Maar oh my god. Ik had zeg maar wel verwacht dat mensen zouden omkijken, maar zo, gewoon dat mensen vanuit hun auto foto's maken van mijn auto, dat had ik niet verwacht. Heel, heel cute, heel fun. Ik ben even naar een parkeerplaats toe gereden om jullie een goed shot van mijn auto te geven. Hoe freaking roze die is. Details op de banden, hier details. Oh jongens, dit is amazing. Gewoon die wielen. Zo'n die kleine roze details erop zijn zo tof. Absolute Motors. Land Rover in het roze. En dit, het roze Evoque logo. That's a fucking pink ass car. Hi. Hi. Jij hebt mijn auto nog niet gezien. Nee. Wat denk je ervan? Dat weet ik niet. Je weet zeg maar dat hij roze is, alleen je weet niet wat voor roze en hoe het eruit ziet. Nee. Wat vind je er zelf van? Ik vind het zelf heel tof. Okay, echt. Okay. Ik ben heel blij. Heeft iemand hem al ingemapt of ingemapt? Oké, dus mag je je ogen dicht doen? Oh. Krijg je tikkie. Ik heb ze echt dicht nu. Ja. Kijk. Ja, nee, ik zie het, ja. Gaan we hier even stoppen? Oh god. Oké, doe maar open. Oh, wow. Ik had eigenlijk verwacht dat hij veel dieper roze zou zijn. Nee, het is echt baby roze. Ja, ik vind het wel heel mooi. Oh, ik vind het wel mooier dan ik had verwacht eigenlijk. Ja? Ja, zeker. Ik dacht echt dat ik hem zou zien dat ik echt zou denken van, oh jezus, dat kan niet. Oh, heel mooi. Hele goede kleur. Ook dat Land Rover loog helemaal roze en die banden. Nee, jezus. Leuk hè? Ja, dat is echt heel cool. There he is. Hele mooie kleur. Ik vind het hele mooie kleur. Ik was echt bang dat het een soort van... een beetje gifachtig roze zou zijn, dat had ik in mijn hoofd. Thee hoor. Ja, dat is het. Heel vet. Leuk hè? Heel leuk. Oké, jongens, dat was de video dat ik mijn auto heb opgehaald. Ik ben echt, meer dan blij. Absolute Motors heeft echt geweldig, intens goed gedaan. Ik ben echt super blij. Ik mag mezelf nu de trotse eigenaar noemen van de enige roze Range Rover in heel Nederland. Dus dat is... best wel cool. Dus dat was de video. In ieder geval vond jij de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. Laat het me in de comments weten welke kleur jij je auto zelf graag zou doen. Zou dat ook roze zijn of zou dat echt een totaal andere kleur zijn? Ik ben super benieuwd wat voor kleur jouw eigen auto is op het moment. En wat voor kleur je hem graag zou willen doen. Ik vind het namelijk super leuk om alle leuke dingen van ons te lezen. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.